Het is eindelijk weer eens tijd voor Fortnite, jongens. En seizoen 2 is eindelijk hier. Ik heb hier voor mij Battle Royale. Dus als wij op kruisje klikken, dan gaan wij het nieuwe seizoen 2 zien. Ik heb expres alles op Instagram, Twitter, noem maar op, vermeden. Dus ik weet nog helemaal niet hoe het eruit ziet. Maar voordat wij gaan klikken, smash even je blauw duimpje omhoog. En abonneer ook op mijn kanaal. Wij gaan road to 140.000 abonnees. En bij de 140.000 abonnees ga ik wat heel leuks weggeven. Dus abonneer even op mijn kanaal als je iets wil winnen. En smash ook even je blauw duimpje omhoog op deze video als jij meer Fortnite wil zien. Want ik doe nu best wel veel Brawl Stars. Maar als deze video goed ontvangen wordt, ga ik ook gewoon lekker veel Fortnite doen. Dan gaan we gewoon 2 keer zoveel uploaden. Dus wil je dat nog zien, moet je even deze video liken. Maar Battle Royale, we gaan op play klikken. En als het goed is, krijgen wij dan nu een trailer. En ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Dus we gaan gewoon de trailer even zien. Waarschijnlijk hebben jullie hem al gezien. Dus ik ga hem even skippen. We gaan het begin kijken. Oké. Dit is best wel vet. Oh nee, ze wordt aangevallen. Ze wordt aangevallen, jongens. Dit is geen goed idee. Dit is niet zo fijn. Oh, ze krijgt iets in haar oortje. Wow. Opeens verandert ze van skin. Ik weet niet wat hier gaande is. Maar dat was best wel vet. Oh, de bananenskin. Wat een held. Oh nee, hij trekt zichzelf kapot. Wat doet hij nou? Oh, zagen jullie die Deadpool? Dat is een Marvel character. Daar ben ik best wel fan van. Dus die wil ik eigenlijk wel kopen. Nee. Niet laten vallen. Dat is gewoon zielig. Waarom zou je iemand laten vallen? Zij heeft ook iets in de oortje. Zijn het allemaal geheime agenten? En weet je waar dit me aan doet denken? Dit doet me heel erg denken aan, aan agent P. Van Perry het Vogelbek hier. Dat hij opeens een melding krijgt en dat hij dan weg moet. Oh, lief poesje. Oké, geen lief poesje. Dat zijn een heel groot poesje. Oké, season 2. Dit was het volgens mij, jongens. Season 2. Oké, dit is heel vet. Wat is dit nu? Mijn hideout? Wow, dit is heel vet. Dit is gewoon een kwartier, een hoofdkwartier. En dan kan je iedereen gewoon unlocken. Oké, we hebben het geskipt. We hebben hier de Battle Pass. We klikken eerst even op back. En dat is in samenwerking met Marvel. Dat is best wel vet. Oké, we gaan de Battle Pass natuurlijk eventjes kopen meteen. We kopen die van 950. Want vorige keer had ik die van 2800. Maar toen had ik het helemaal niet nodig. Dus confirm purchase. Oh, ik heb geen feedbacks. Oké. Ga je trouwens ook de Battle Pass kopen of een nieuwe skin in Fortnite? Gebruik dan de supportcredietcode JessieKnijn. Zou ik heel erg waarderen. Want dan kan ik natuurlijk meer skins kopen. Dan support jullie er mij heel erg mee. Ik krijg namelijk een klein deel van die uitgaven die jullie maken. Het kost jullie helemaal niks. En jullie gunnen mij echt wel wat. Dus doe dat even alsjeblieft. Als we even naar itemshops gaan. Je klikt op vierkantje, support de creator. En dan even... Ik weet niet of het hoofdlettergevoelig is, maar doe maar gewoon hoofdletters. Zo, support de creditcode JessieKnijn. En dan moet je op vierkantje klikken, accepteren. Let's go. En dan gaan wij nu gewoon even de Battle Pass kopen. We hebben nu wel genoeg V-Bucks. Confirm purchase. En we hebben de Battle Pass gekocht. Wat is dit lekker, jongens. Battle Pass unlocked. En wat krijgen we allemaal? We krijgen... Oké, wacht. Ik ga even alles claimen. We gaan even de Battle Pass kijken. En ik zie geen Nee, ik zie geen Deadpool in de items op staan. Dus hopelijk zit Deadpool in de Battle Pass. Dat zou ik echt wel heel vet vinden. Challenge table. Je hebt hier allemaal nieuwe dingen. Oké. We gaan gewoon eerst even alleen naar de Battle Pass kijken. De rest, dat komt later wel een keer. We krijgen deze skin. Hoe heet de skin? Gear Specialist Maya. Dit vind ik echt een hele vet skin trouwens. We krijgen Agent Peely. Die vind ik ook wel heel leuk. We hebben Calmy. Die is leuk. Control, ja, dat boeit allemaal niet. Vind ik best wel saai. Backbling. Hele vette pickaxe hier. Die is best wel vet. Doe een beetje denk-up op te bouwen. We gaan naar de tweede pagina. En hier hebben we dingen die niet heel bijzonder zijn. We hebben hier een skin. Brotus. Wow! Deze skin is nogal groot. Dit doet me denken aan een Save the World skin. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken, maar hij is wel heel vet. Kaboom. Wat is kaboom? Is dit een emote? Oh nee, dat is een glider. Oké, dat is best wel vet. En dan hebben we hier weer een pickaxe. Ik ga er snel doorheen, want waarschijnlijk hebben jullie het al lang gezien. We hebben hier Agent Peely in een witte outfit. We hebben hier Tina. Oké, dat is best wel een rare naam. Maar best wel een vette skin. Dan gaan we verder. Oh, een gouden pickaxe. 2 gouden messen. Die vind ik best wel vet. Oh, wat hebben we hier trouwens? We hebben hier een emote. Wat doet de emote? Hij slaat random op een pan. Oké, heel random. Hier hebben we natuurlijk het niet zo schattige poesje. Het hele sterke poesje. Oké, die is heel random. Wat hebben we verder? Nog een emote. 2 grote zwaarden. De pickaxe vind ik echt heel vet in deze Battle Pass. Agent Peely Shadow. Is dat anders dan die andere? Ik heb geen idee.
Sky die krijgen we. Die is ook best wel vet. Dat lijkt een beetje op een, student of zo. Dan gaan we verder. Is dit een basketbal of een rugbybal? Nee, dit is een... Oh, dit is gewoon één hele grote munt. Oh, dan kan je kop of munt doen. Dat is best wel grappig. Dan hebben we weer een gouden pickaxe. Dat is ook best wel vet. En hebben we hier tier 100 skin. En die kan dan veranderen naar helemaal goud, neem ik aan. Alleen dan vraag ik mij af, waar is de Deadpool? En, oké, dat is best wel een vette emote. Maar waar is de Deadpool? Want ik wil graag die Deadpool hebben. Misschien is hij tussen... Wacht, agents, wat is dit? Oké, dat zijn dus challenges, denk ik. Ik weet het niet. Upgrade vault, dat wil ik allemaal niet. Vraagteken. Wat is dit voor vraagteken? Wat gaat er nu gebeuren? Wow. Oké, dat gaat me allemaal even te snel. Dat gaan we even lekker niet in de video uitzoeken. Anders word ik helemaal gek. Daily assignment. Dat zijn challenges. Oké, dat is best wel vet. Maar laat even in de comments weten hoe ik die Deadpool kan gaan krijgen. En dan gaan we even naar Locker toe. En dan gaan we even, deze skin selecteren. En dan gaan we een potje solo spelen. En dan hopelijk gaan we een potje winnen. Waarschijnlijk niet, want ja, ik ben gewoon heel slecht in Fortnite. Maar we gaan wel gewoon even lekker een potje spelen. Want ik ben gewoon... Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten. Hoe de map eruit ziet. Ik ben wel leuk naar de Battle Pass te kijken. Maar we moeten natuurlijk ook weten hoe de map eruit ziet. Dus we gaan gewoon even lekker beginnen. Let's go. Ik ben hyped, jongens. En we zitten in het allereerste potje. En dingen waar vraagtekens staan, dat zijn nieuwe gedeeltes op de map. En we gaan gewoon even lekker naar het midden toe. Waarschijnlijk ga ik keihard dood. Want het midden is een of andere... Oh, dat is denk ik het hoofdkwartier van... De mensen, de agents die wij zijn. We gaan er gewoon landen. Waarschijnlijk wordt het heel druk. Waarschijnlijk ga ik ook gewoon echt keihard dood. Maar we gaan er gewoon landen, want ik heb er gewoon zin in. En ja, er zijn hier maar een paar mensen. Oh mijn god, dit ga ik toch nooit overleven, jongens. We zijn wel best wel vroeg aan het landen. Dus als wij dit wapen hier kunnen pakken. Oh, wat? Wat? Er lopen gewoon mensen op het dak. Waarom lopen er mensen op het dak? Dat vind ik niet zo fijn. Ik moet een wapen hebben. Ik moet een wapen hebben. Nee, dit zijn alleen kogels. Waarom is hier allemaal gekke James Bond muziek en zo? Ik moet een wapen hebben. Ik moet een wapen hebben! Ik mag niet! Oh god. Ik ga echt keihard dood. Lusu! Snelle Lusu! Come on. Oké, we hebben een kistje. Come on, ik moet een wapen hebben. En we hebben een AR, jongens. Oké, lopen hier mensen? Hallo, ik moet het... Goed aanpakken. Waar zijn de mensen? Oh, er wordt hier echt als een malle geschoten. Oké, daar staat iemand. Een ghost. Nee. Volgens mij is dat niet eens een... Nee! En ik ben dood. Nou, dat was een lekker begin. Ja, hier gaan we dus niet meer landen, want ik word helemaal gek. Ik weet niet wat er gebeurde, maar dat was gewoon keide chaos. En we zitten in het volgende potje. En ik weet niet wat deze vraagtekens zijn, maar we gaan er gewoon even heen. En hopelijk gaan we nu niet meteen dood, want het is echt overal waar een vraagteken is op dit moment heel erg druk. En ik wou eigenlijk even naar Creative toe en alles rustig laten zien. Maar Fortnite heeft dat eruit gehaald. Dus op een of andere reden kan dat niet. En er springen best wel mensen uit. Waarschijnlijk heb ik zo'n vermoeden dat ik niet de enige ben. Maar we gaan er gewoon alsnog even lekker landen. Laat trouwens in de comments even leuke ideeën achter die ik kan gaan doen in Fortnite. Want ik heb op dit moment oprecht geen ideeën. Ja, ik kan natuurlijk bij verschillende plekken nu gaan landen. Dat is wel even leuk. En ik hoop dat Fortnite ook een beetje blijft updaten. En er zitten hier gekke gaten in de grond. Is het een geheim kwartier of zo? Ik weet het niet. Nee, hier wil ik niet in. Ik moet natuurlijk wel een wapen hebben. En ik land best wel laat. Dus waarschijnlijk heb ik weer lekker geen wapen. Weet je wat, we gaan gewoon hier in het gat landen. Oh nee, ik word nu al gekild. En ik ga dood. Weet je wat mensen, zodat ik deze video snel online wil hebben, ga ik het hier even bij laten. Ik heb de Battle Pass laten zien. We gaan in andere video's gaan we even langs alle plekken toe. En vond je het nou wel een leuke video, smash even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En dan zeg ik, later mensen.